Nee, dit is niet Scandinavië. Dit moet toch echt Bologna zijn, Italië. Het is ongeveer min 5. Het is 5:30, nog een half uurtje licht. Dus is het echt uit. Dus we gaan nog even door de stad struinen. Ik moet morgenochtend weer terugvliegen. Ik heb hier een paar dagen een shoot gehad. Ik wil jullie toch nog even meenemen. Let's go. Italië is wel echt mijn meest favoriete land uit Europa. Ik sta nu op Piazza Maggiore in Bologna. Heel erg gezellig, als de zon schijnt. Ik ben niet heel erg een wintersportliefhebber, ik heb paarse handen. En zoals de titel van de video enigszins deed vermoeden, wil ik het even hebben over het verschil tussen het freelancen of in dienst zijn als filmmaker. Ik ben hier samen met Maarten, die loopt ergens rond met zijn eigen camera. En hij heeft mij de afgelopen dagen geholpen om te filmen. En we hebben allebei een andere manier als het aankomt op hoe we hier terecht zijn gekomen. En ik denk dat het leuk is om even die verschillen naast elkaar te leggen en jullie wat tips te bieden. Ja, als je erover nadenkt om eventueel je eigen bedrijf te beginnen. Of in dienst te gaan bij een ander bedrijf. Zo, het is weer de volgende ochtend. We waren gisteren helemaal knock-out gegaan. We hebben de afgelopen dagen echt veel uren gemaakt. En daardoor dachten we van, nou, we willen nog even de stad in en een beetje filmen. Maar dat liep niet helemaal volgens plan. Dus we gaan nu nog maar even een paar uurtjes voordat we weer terug gaan naar het vliegveld. Maar de vaste kijker onder jullie weten dat dit gezicht niet de eerste keer is op mijn kanaal. Maarten heeft vorige keer model gestaan tijdens mijn... tijdens de Canon EOS filmmaker kit, toen we die gingen schieten. Het gaat er bij video juist om dat je van tevoren bedenkt wat wil je vertellen en op welke manier ga je dat vertellen. Dat ging heel erg hectisch, wel heel erg last minute. En toen heb ik hem gevraagd om model te staan tijdens... Pas op, heel glad. Maar hij is natuurlijk helemaal geen model, hij is filmmaker. Dus je denkt, wat hoor ik de hele tijd? Er zit daar een duif bovenin, die zit de hele tijd onze aandacht te trekken. Maar goed, daar gaan we het even niet over hebben. Maarten. Hey man. Hoe lang doe jij dit nu al? Nog niet eens zo gek lang. Ja, dus wat moeilijk te bepalen is wanneer ben ik begonnen ermee. Even voor de kijker duidelijk, jij zat eerst in de offshore. Ja, dat klopt. Ja. En dat heb je hoe lang gedaan? Ongeveer 7 jaar. Maar toen ondertussen begon je eigenlijk al een beetje creatief bezig te zijn met cameraatjes. Ja, dat klopt. De reden dat ik er mee begon... is omdat ik het heel fijn vond om mijn ervaringen te kunnen documenteren. Juist. En daar zijn camera's best wel handig voor. Precies. Als je dan een foto ergens aan hebt of een video ergens aan hebt, dan is, je herinnering aan die ervaringen zoveel rijker als je daar naartoe terugkijkt. En dat was voor mij de reden om ermee te beginnen. Wij leerden elkaar op een gegeven moment kennen. Een vriend van hem, Roderick, is iemand die ik dan weer heb leren kennen en vaak heb ingehuurd voor andere filmopdrachten. En op een gegeven moment met dat Canon project kwam hij op een gegeven moment mij uit de nood helpen door een model te gaan staan voor het project. En inmiddels, je ziet hoe het loopt, zitten we in een keer hier samen op de trappen in Italië. Je hebt ook net een huwelijksaanzoek gedaan, dus dat vond ik ook erg leuk. Ja. Dankjewel. Hij zei nee, maar dat voor mij begon het filmmaken en het voor mezelf beginnen als freelancer toen ik een jaar of 16 was, toen begon ik te maken met digitaal tekeningen maken en klanten van mij vroegen op een gegeven moment om een factuur. Ik deed in eerste instantie, omdat ik in de horeca werkte, alles gewoon extra bijschrijven op mijn urenlijst. Maar op een gegeven moment werd het natuurlijk te gek en moest ik facturen gaan sturen en daardoor dus inschrijven bij de KVK en zo. En daardoor begon ik met freelance, dus ik ben er eigenlijk een soort van ingerold. Maar wanneer kwam voor jou dan echt het moment dat je denkt van oké, ik ga mijn vaste baan opzeggen, ik ga me inschrijven bij de Kamer van Koophandel en de eerstvolgende dag dat je dus wakker wordt, weet je gewoon dat je je eigen broek moet gaan ophouden. Wanneer kwam het echt het moment dat je denkt van, oké, dit is wat ik wil gaan doen? Ja, de grap is dat op het moment dat je bezig gaat met filmen en fotografie en je komt op een gegeven moment, word je daar wat beter in. Tot op het niveau dat mensen ook het fijn vinden als je wat voor hun maakt. Dan is het een logische gedachte om op een gegeven moment te denken van, hey, misschien kan ik hier wel mijn werk, mijn bestaan van maken. Weet je. Ja, mijn brood mee verdienen. Ja. En dan tegelijkertijd gaat de gedachte door je hoofd van, doe niet zo gek. Je hebt toch een leuke baan en steady inkomen. En
dan kun je toch gewoon lekker voor je hobby in de avonden, weekenden, vakanties, videoprojecten doen. Juist, ja. Dan gaat het kragen. Inderdaad. Dat merkte ik op een gegeven moment. Ik denk, ja, ik ben eigenlijk altijd, als ik niet met mijn werk bezig ben, ben ik dat aan het doen. Altijd. Non-stop. En dat was heel erg leuk natuurlijk, omdat je, ja, je leert en je gaat verder. Ik kan kiezen. Hè? Of ik ga linksaf en ik ga gewoon lekker de corporate warrior uithangen en de rest van mijn leven dit doen. En in mijn vrije tijd filmprojecten doen. Of ik gooi mezelf in het diepe. En het is een soort van ofwel crash and burn. Ofwel vliegen en kijken waar je uitkomt. Laten we eerst beginnen. Vind je nog steeds even leuk als dat je toen dacht? Nee. Ik geloof er helemaal niks van. Ik vind het leuker. Ja? Ja, ja. Ja, het is... Nou ja, de grap is dat je daardoor door ergens afscheid van te nemen, creëer je ruimte om je nog sneller en nog meer te ontwikkelen. Just. En dat is iets wat me eerder wel eens stoorde. Dat ik dacht, oh man, ik zou gewoon zo graag dit willen leren. Maar daar moet ik gewoon een dag of misschien een week tijd in stoppen om dat te leren. Ja, ja dat kan gewoon niet als je erbij een baan hebt. Dan kom je nog op één ding natuurlijk. Dat is het verschil tussen vast dienstverband en freelancen. Is een beetje de onzekerheid. In eerste instantie natuurlijk je inkomen. Maar ook je hebt geen pensioen. Tenminste, je bouwt hem niet op in eerste instantie. Als je ziek bent, ja, dan kan je niet werken. Dus je verdient geen geld. Dat zijn allemaal dingetjes die je misschien als in vast dienstverband voor lief neemt. Ja. En niet over nadenkt. Want het maken van video's of van foto's is naar mijn mening zo belonend, dat je daar zo hard voor wil gaan, dat je al die andere dingen voor lief neemt. Ja. Is er al iets wat je nu in een jaar tijd echt denkt van, ja, kut, weet je, dit is toch wel echt even één groot nadeel aan het freelancen? Ja, dat, als je het hebt over die onzekerheden, dan is dat ook wel iets waar ik wel goed voor wakker heb gelegen. Ik heb natuurlijk, voordat ik echt ontslag nam, dan zit je precies in die fase van, ja, wat is de worst case dat kan gebeuren, weet je wel? En dat zijn precies dit soort overwegingen. Zoals, hoe ga ik dat doen met mijn pensioen opbouwen? Wat als ik mijn huur niet meer kan betalen? Voor mij, in die fase ben ik enerzijds zat ik daar behoorlijk over te stressen, waar ik wel eens de nacht van wakker heb gelegen, zeg maar. En aan de andere kant zat ik te denken, oké, hoe kan ik deze stress die ik daarom heb, hoe kan ik daarmee omgaan? En wat ik daarvoor gevonden heb, is dat ik dus voor mezelf moet zorgen dat ik een soort van vangnet heb. Ja. Dat op het moment dat ik, zeg maar, crash, dat ik dan in ieder geval een klein vangnetje heb. Of nou, helemaal, gewoon, laten we zeggen, gewoon een vangnet heb waar ik comfortabel mee ben. Ja. Die dat kan opvangen, zodat ik niet, zeg maar, onder een brug onder een poort moet slapen. Zo romantisch. Ja, sorry, het budget voor deze productie was ietsje lager. Dus, ja. Ja. Oké. We waren dus net klaar met een stukje op de trap. We kregen een smsje. Ik wilde namelijk net gaan vertellen, we hebben nog 2 uur de tijd om hier nog een beetje rond te struinen, de auto op te halen, in te leveren, spullen erin te gooien en naar terug huis te gaan. Nou ja. Het is niet waar. Het is niet waar, inderdaad. Uw vlucht van Bologna naar Amsterdam is geannuleerd. Ja. Oké. Okay, nou leuk. Ik nog even extra tijd in Bologna. Ja. Goed, we hebben een nieuwe vlucht die ze 5 uur later dan oorspronkelijk de bedoeling was. Dus we hebben meer tijd in Bologna. Alle b-roll trouwens die jullie net zagen, die heeft Maarten geschoten op zijn red. Heb je wat laten vallen? Nee. Oh, leuk. Vet, hè? Ja, dat is wel het grappige. Dan heb je al die plassen, maar als je dan heel laag gaat, kijk dan, hij respecteert heel die stad in het water. Zo vet. Die fietsen er doorheen. Ja, zoals ik zei, leuk die plassen.
Alleen wel zorgen dat je op tijd weg bent voordat er een auto aankomt. Gisteren liepen we over Piazza Maggiore en dan was het nog mooi wit. Nu is het alleen maar veranderd in slushpuppies. Maar goed, ga spulletjes halen en dan snel naar het vliegveld. Kijken of we de vlucht halen of dat we nog langer hier moeten blijven. Vlucht is alsnog 2 uur vertraagd, maar we zijn eindelijk onderweg naar huis. Daar gaan we. Ben je klaar mee naar huis te gaan? Klaar mee? Naar huis te gaan. Ja, ik ben er wel klaar mee. Ja. Ciao. Oh. Zo, we zijn weer terug op Schiphol. Gaan we gelijk met een video beëindigen. We hopen dat jullie het leuk hebben gevonden. En mocht je erover nadenken om voor jezelf te beginnen, denk er echt heel erg goed over na. Wij zijn er heel erg blij mee. Dus doe het niet. Ja, goed advies. Hartstikke bedankt voor het kijken en tot de volgende video. Doei!